Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog van Mila, want ik zit er nog in de pyjama. Ja, we zijn net wakker en het is vandaag donderdag 30 april. Eigenlijk was vandaag mijn laatste werkdag, maar omdat ik met Koningsdag heb gewerkt, mocht ik vandaag dus vrij nemen. En ja. En donderdag is papa ook vrij. Morgen moet papa nog werken. Oh, en papa moet ook zaterdag nog werken. Want die had een hele lange week. En dan heeft papa ook vakantie, inderdaad. Even een weekje vakantie. We zouden dan, eigenlijk aanstaande maandag... Ik ook kan het laten zien. Wat in het zwembad zien. Ja, in het zwembad. Dat hebben ze gezien, hè. Dat jullie in het zwembad zaten. Het was heel erg koud, hè. Ja, maar als het warm is... Kom maar lekker in het zwembad. Ja, als het weer lekker warm is, dan kan je weer lekker in het zwembad, hè. Dus, maar wat ik dus zei, we zouden eigenlijk aanstaande maandag dus naar Ponypark gaan. Maar helaas, die is dus, zoals jullie weten, gecanceld. Maar woensdag gaan we Ponypark zitten met allemaal vriendjes. In september gaan we met vriendjes, hè. Maar gaan we meidenweekend houden. Stop. Ik wil altijd Jonathan niet. Nee. En papa ook niet en Lisa ook niet. Nee, en ome Dennis niet, hè? Nee. Dus we gaan alleen Verlijne, en... tante Monique en ja. Joella, Angelina, ja. Naomi en mama, hè? Ja, we gaan met z'n allen dan hopelijk in september nog naar Ponypark. En we zijn aan het kijken of we ook een keertje kunnen gaan kamperen. Dus we hebben een tent. Ik kon nu een meneertje, maar niet Dino meer, maar ik neem een liedje. Neem je meneertje? Ja. Want dat is ook leuk, hè? Ja, dat je meneertje neemt. Nou, camera. Waarom ga je voor meneertje dan? Want ik kon Dino niet, want als je Dino wil maar een leertje hebben en ik wil een leertje hebben. Ja. En dan woensdag ga ik Dino meenemen. Nee, inderdaad. Hoe heet het? Angelina die heb gevraagd of Naomi dan meneertje wil nemen. En Angelina gaat dus voor Bami. Ja. En Naomi dan voor meneertje of Dino. Ja, het is nog even afwachten. Ja, mama. En Joella die wil ook nog een looppony gaan halen. En volgens mij gaat Filijnen voor... Voor wie ging Filijnen? Ik weet het niet meer hoe die heet. Maar hun hadden toen ook een pony. En die wil Filijnen heel graag. Dus maar we gaan het proberen. Is zo een paardje met zo... Hand zo... In de grote oven. Denk ik. Ja. Dus... Maar wij hebben dus nu vakantie en we gaan er maar wat leuks van maken. Ondanks dat we dus niet naar Ponypark kunnen gaan. Mama, en... we moeten ook zwemlookjes aan, want het is ook Ponypark City ook slim. Ja, in Ponypark City is ook een zwembad, ja. Ja, daar kunnen we ook gaan zwemmen, inderdaad. Ja, man, die is koud en kan ook daar zwemmen. Ja, dat is koud, hè, het zwembad daar. Daar is nog... Heel groot zwembad, heb hem opgemaakt. En dan heb ik altijd een luchtbed in gedaan. En dan had ik ook een deel in gedaan. En dat bijt je heel. Kwak, kwak. De krokodil bijt haar dus in de? Bil, maar. In de bil. Maar niet. Hij is F. Hij is F. Want de zeemeermin is ook F. Ja, en we hebben nog steeds inderdaad de mok voor Ponypark City. Doe dus nog even mee met de winactie. Maar, ik heb een idee. Als er Ponypark City is, moet altijd eten mee, spullen mee. En altijd moet er daar spullen mee. Ja, want maar als je naar Ponypark City gaat, dan moet je inderdaad heel veel spulletjes meenemen. En wat neemt Naomi altijd mee? Oh, wil ze de tekenblok meenemen. Deze. De zwembandjes, ja. Die zijn heel belangrijk. Inderdaad. Maar goed. We gaan er wat leuks van maken op deze vakantie. En ja. Verder kunnen we er niks van maken. Ferdinand en ik gaan nog even verder in de tuin. En ja, vandaag de laatste stenen ophalen. En dan hopen we dat de tuin ook een beetje af kan...
gemaakt worden. Zodat we in de zomervakantie lekker kunnen genieten van de tuin. En ja, verder hopen we natuurlijk dat Ponypark in juni open gaat. Mama, zodat we nog wel een dagje naar Ponypark kunnen gaan. Want dat is wel superleuk. Heel veel knuffels mee. Ja, maar we gaan nu nog niet. Hè? Je hoeft nog niet je tas in te pakken. We gaan pas in september. En dat duurt nog even, hè? Ja. Ja, maar goed. Doe een duimpje alvast omhoog. Ja, abonneer op mijn kanaal. Op filmen. En tot later. Maar nu een belletje drukken. Zo, zijn we weer aan Naomi? Ja, wat ben jij aan het doen? Een spelletje aan het spelen met Luciano. Nou, eigenlijk speel ik. Maar man, dus, maar kijk, ik kon dit meer met sticker, man. Zijn jullie aan het spelen? Jullie zijn? Monster Inc. Aan het spelen. Dus, op de PlayStation. Die is echt heel oud, omdat het spel is van PlayStation 1. Maar goed, ik kreeg vandaag een hele leuke opdracht om te gaan doen. Jij? Met Luciano. En nou eigenlijk, laat ik het even goed uitleggen. Wij kennen iemand. Nee, hoe moet ik dat uit gaan leggen? Even kijken hoor. Aranka, die had een vriendje. Die heette Luc. En ja, die is dus 4 mei jarig geweest. Kijk eens, ik heb 4 mei jarig. Ja, jarig, maar als ze dit zien is het jarig geweest. Dus, Luciano die gamet nog wel eens met Luc. Zo, ik weet even niet hoe ik het moet uit gaan leggen. Nou, hij is dus jarig en ik moest hem feliciteren. Inderdaad. Hoe heet het dus? We willen eventjes met deze vlog ook een beetje een feestelijk iets ervan gaan maken voor Luc. Dus we gaan eventjes iets improviseren. Zo, mama, we zijn helemaal in feestsfeer al. Want Luc is jarig. Dus we moeten hem even feliciteren. We zijn nog de voorbereiding aan het doen. En Luciano doet het mee. Angelina is op de achtergrond ook bezig. Dus we gaan het even spannend maken nog. Zullen we mijn haar vastmaken? Ik ga deze in mijn haar zetten. En dan kan je. Zo, mijn oren. Angelina is ook aan de voorbereidingen bezig. Kijk. Zo, dit moet wel groot genoeg zijn. Mama. Kijk, vliegtuigjes. Wee. Super grappig. Hé! Eigenlijk. Zo, moet ik hem even in je haar doen? Nee, niet meer. Oh. We zijn al bijna klaar. Ja. Nog steeds met de slingers aan het knutselen. En Angelina. Ja. Wat wil jij dat doen? Ja, mijn is doet het niet echt. Nee, maar goed. Dus. Naomi is ook bijna klaar. Special guest. Ja, die is ook van alles aan het voorbereiden voor de verjaardag, hè? Wil je mij helpen? Want wie is de jarig? Kliek, want ik ben aan dit en een knoopje maken. Dat is leuk. Hé, ik ben net in. Ja, inderdaad. Nou, we gaan snel even verder. Met je verjaardag. Hoeveelste verjaardag? 23ste verjaardag. Oh, 23ste verjaardag. Gefeliciteerd namens familie De Lang. En we gaan even een liedje zingen. Lang zal je leven. Naomi, ga jij nog even verder dansen? In de mooie kleertjes. Ik ben mama Lina. Nou, dansen mij. Mama, ik heb een mooi deze kleur gemaakt. Dan heb ik Ik ga hier. Kijk. Wat ga je doen dan? Mama Lina. Ik ben mama Lina. En de neus. Zo de neus. Nog even een mooi dansje maken. In de neus. In de neus.
Wat een lijst, in 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 een lijst. Weet je op wie je lijkt? Weet je op wie je lijkt nu? Op Jasmine. Nou, ze is weg. Zo, zijn we helemaal in gewone stijl. En ik ben ballerina. Naomi is een ballerina geworden in één keer. Van Mega Mandy naar ballerina. Ik vind het meer een beetje op Jasmine lijken. Met al die rammelaar dingetjes, hè. I can show you the world. Shine and shimmer in splendid. Tell me princess, you're ending. On the magic carpet ride, I can open your eyes, take you wonder by wonder. Oh, ik mag niet meer zingen van Naomi. En van jullie waarschijnlijk ook niet. Nee, maar echt, ja, even gek doen voor luxe verjaardag. Echt, nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En we hopen dat je echt een super fijne dag hebt gehad. Want het is niet niks om in het corona, in deze coronatijd, om je verjaardag te moeten gaan vieren. Want je kan geen bezoek ontvangen. En ja, nee, het is gewoon niet leuk. Je kan niks doen. Zo jammer. Dus we hopen dat we je er een beetje blij mee hebben gemaakt met ons filmpje in de montage die je moeder je hebt gestuurd, als het goed is. Het is echt een super leuk idee trouwens. Verder, wij zijn alweer een heel stuk verder met onze tuin gekomen. Dus het is echt, beetje bij beetje maak ik het zelf wel weer een beetje af. Want Ferdinand, die zit in de lappenmand. Hij is op zijn knie gevallen. Op de roltrappen, toen hij de karren ging halen. Dus beetje bij beetje, met hulp van Luciano natuurlijk, doen we het eventjes gewoon. Want kijk, hij ligt al redelijk ver weer. Dus, top, top, top. En trots op mezelf. En trots op Luciano. En ook een beetje op Ferdinand natuurlijk. Want die heb ook in het begin natuurlijk heel veel meegeholpen. En ja, super. Toch, schatje? Nee. En hij heeft nu heel veel pijn. Nou, doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal als je er nog niet bent. En we zien jullie later weer. We hebben vanavond iets leuks georganiseerd voor Luciano en Angelina en Naomi. We hebben een menukaart opgesteld. En is daar is die. En wat staat er allemaal op, Angelina? Sweet and spicy spirits. Veel, Naomi. Er wordt geserveerd met aardappeltjes en knoflooksaus. Dat vind ik wel lekker. Dat ga ik sowieso nemen. Sweet spirits wil ik. Ja, je hebt sweet en spicy, dus wat pittiger. En het wordt dus geserveerd met aardappeltjes, salade en knoflooksaus. Maar ik wil geen salade erbij. Sweet spare ribs. En dan krijg je dus ook een salade en knoflooksaus. En aardappeltjes. Voorgerecht. En je hebt ook een voorgerecht. Dus jullie mogen kiezen wat jullie nu als eerste willen. Mama, moet je deze openen voor het eten? Het eten wordt anders koud, dus kom op, opschieten. Ik wil champagne. Jij wil champagne? Ik zal wat te drinken, maar maar zonder salade, alsjeblieft. Naomi, ik ga wat doen. Wat wil jij? Luciano is al zijn aardappeltjes aan het opeten. De salade die was dus niet... Het was fruitsalade. Het was fruitsalade. Ja, dus dat het gewoon een salade was. Mag ik ook... Maar goed. Dit is zout. Dat hoeft. Ja, kan je op je aardappeltjes zo doen. Waarom? Nou, we gaan even lekker eten. Ja. Vonden jullie het een leuk idee? Ja. Ja. Goed zo. Ik ga het even Naomi roepen, want ik heb verrassing geworden. Dus Naomi! Ja. Kom eens even naar beneden. Ja. 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 Kom eens. Aan, hoor. Ben je mooi? Ik ga een Barbie spelen. Met de Barbies aan het spelen? Met Angelina. Maar ik heb eigenlijk een verrassing voor jou. Ja, je moet wel even de trap gewoon zo aflopen. Even wachten, ja? Nou, mag je met me meelopen?
Voor maar, handjes. Oogjes dicht houden. Papa? Ik heb hier een meisje. Hey, het is niet om nat te maken. Die denkt natuurlijk dat jij de nat gaat maken. Dat dat de verrassing is. Nee, we hebben een verrassing voor Naomi, toch Angelina? Ja. Zal ik even vloggen? Ja, doe jij maar even vloggen. Hij vlogt al. Hi, ik wou ook net gaan. Mag ik je zo meekomen? Hi, leuk. Wel kijken wat je vlogt, hè? Ja. En dan mag je je oogjes open doen. En dan mag je onder het kleed gaan kijken. Trek mij eraf. Wat is dat? Hé, hey, wat is dat dan, Naomi? Kijken. Een fiets. Een nieuwe fiets. Hé. Hey. Een grote fiets? Voor wie? Kijk, voor mij. Daar pas je nog niet op, denk ik. Nee, alleen naar Antje. Ik wil hem even het zadel lager zetten. Ja. Kijk er dan, Naomi. Kijk er eens aan. Hoe vind je hem? Ik vind hem zo ruim, zo leuk. Dat is een slot, zit erop. En dan de bel. De bel. En dit is het afgepoetje. En we gaan... Kijk. Lucia, dan kom eens kijken. Oh, kijk. Mag het jou er ook breiden? Nee. Ja. Is die helemaal voor jou? Ja, maar ik moet niet groter worden, want ik groter ben. Kom, ga bijspelen nog. Hé, hey. Hallo. Was dat een leuke verrassing? Ja. Dan moet je even dankjewel papa zeggen. Dankjewel papa. Alsjeblieft, Naomi. Maar Angelina moet ook fiets hebben. Jullie maar weer met de Barbies. Ferdinand is bezig de tuin schoon te maken. We zijn inmiddels een heel eind verder. We hebben hier ook de tuin gedaan. Zoals jullie zien. Zo. En dan daar. Hartstikke goed. We kunnen ook darten. Dat ga ik eens even doen. Kijken of ik nog kan gooien. Nou. Komt u aan. Nou, komt ie hoor. Wauw. Doet u nog een keer. Wauw. Toch nog mooie punten. Hoeveel weet ik niet, want dat ding dat is weg. Maar hij zit. En Naomi wil de fiets eventjes gaan pakken, denk ik. Even kijken. Kijken. Wat zei je nou? Ik heb nu een fiets kijken. Als je laat, kijk. Pop is een beetje aan het stuur even lager. En dan kijk. Je moet een beetje laten. Want ik denk, als het me niet klaar is, als ik fiets, dan is hij weg. Ik heb daar een ding. Huh? Mm-hmm. Als je hier een knopje drukt. Ik doe dit, kijk. Kijk. Mama, kijk dan. Papa is verloofd. Nee, jullie kunnen niks. Want jullie... Zo, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Het is inmiddels alweer ochtend, we zijn weer net wakker. Dus we maken zo weer een nieuwe vlog met mij. Voor nu bedankt voor het kijken naar deze vlog. Duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En tot de volgende vlog.